Dit is Julia. Dat is een mooi beestje, hè? En Julia is een sportduif en dat kun je zien aan het ringetje hier om de poot. En ze is ook nog eens een hele goede sportduif, want als ik haar 400 kilometer verderop loslaat, dan weet ze zo zonder moeite de weg terug hier naar de hok in Emmeloord te vinden. Sporten met duiven. Hoe doe je dat? Het is echt best wel bijzonder dat die duiven zo goed de weg kunnen vinden. En hoe ze dat nou precies doen, dat weet eigenlijk niemand. Ze maken in ieder geval gebruik van de zon. Ze gebruiken hun neus. En ze zijn heel gevoelig voor het magnetisme van de polen en waarschijnlijk ook nog voor de zwaartekracht. Ja, en dat verwerken ze dan dus allemaal in dit kleine koppie. Dat is toch knap? Dit is het hok van Jelisa. Zij is al vanaf haar 12e helemaal gek van duiven. En het is best wel een intensieve hobby, omdat je die duiven iedere dag moet trainen. Jelisa, hoe train je nou een duif? Nou, eigenlijk door ze elke dag bij huis los te laten. En dan gaan ze rondjes vliegen en dan verkennen ze zo de omgeving. En als ze dat eenmaal weten, dan brengen we ze steeds stukjes weg, steeds verder. En dan moeten ze snel mogelijk naar huis. En als ze dan eenmaal thuis zijn, dan roep ik ze met een beetje voer. En dan moeten ze binnenkomen. En als ze dus niet op tijd binnen zijn, dan doe ik de klep dicht. En dan krijgen ze niks. Oh, en dan? Nou ja, dan zijn ze toch echt wel chagrijnig de dag daarna. En dan komen ze wel. Dit is dus een heel belangrijk onderdeel van het hok. Want hier komen alle duiven weer binnen als ze gevlogen hebben. En ze kunnen dus heel makkelijk door de tralies zo het hok in. Maar ze kunnen niet meer naar buiten. En als de training erop zit, dan gaat die klep gewoon dicht. Nou, mijn beste duiven die neem ik mee in zo'n mandje naar het clubgebouw. Mm-hmm. En daar worden ze verzameld en dan gaan ze allemaal in een grote vrachtwagen. En die vrachtwagen die rijdt dan heel ver weg. Soms 100 kilometer en soms ook wel 1000. Zo! En dan worden ze allemaal tegelijk losgelaten. En degene die als snelste weer thuis is, die wint. Maar hoe meet je nou zo eerlijk mogelijk hoe lang een duif erover doet? Nou, daar zijn deze antenneplaten voor bedacht. Kijk. Alle duiven hebben zo'n heel klein chipje om hun poot hangen. En zodra ze dan hier langs die antenneplaat vliegen, wordt die tijd geregistreerd. En in dit zwarte kastje zijn dan weer alle duiven geregistreerd. Het is een soort klok. En die wordt ingeleverd bij de wedstrijdleiding. En zodra alle deelnemers dit klokje hebben ingeleverd, is daarna heel makkelijk te bepalen wie er gewonnen heeft. Een heel belangrijk onderdeel van de duivensport is het kweken van je eigen kampioenen. Nou, dan moet je dus gewoon heel slim de beste duiven met elkaar laten paren. En dan moet je hopen dat daar weer hele goede nieuwe sportduiven uit voortkomen. En dit is dus zo'n kleintje die het moet gaan doen. Die is nu 3 dagen oud en over 4 maanden dan mag hij meedoen aan de wedstrijden. Nou, hij ziet er nog niet echt uit als een kampioen, maar hij is wel heel schattig.